Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer met een nieuwe video. Het is vandaag donderdag de 24e en dat betekent vandaag kerstavond, jongens. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne kerst hebben vanavond. Natuurlijk lekker gaan eten, lekker gaan drinken, lekker met jullie familie zijn. Voor mij is het helemaal een speciale dag, jongens, want die ouwe van mij, de ouwe... Die is vandaag jarig, dus dat is altijd leuk. Dus ik ga straks eerst even met mijn pa even lekker naar de golfbaan iets leuks met hem doen. En dan, eigenlijk is het bij mij kerstavond meer de verjaardag van mijn pa en morgen met familie en zo. Dus ja, het is een beetje een rare tijd natuurlijk, ook nu met corona, maar het is niet anders. Oh, de bel gaat. Dus die ouwe is vandaag jarig, jongens. Mijn pa, vergeet even niet hem te feliciteren. Dat zou heel erg leuk zijn. Ga even naar zijn Instagram. Hij heet volgens mij Paski Rook. Nee, rokussenior.paski of zo. Maar goed, reageer even onder zijn laatste post. Dat zou ik echt mooi vinden met iets van de gefeliciteerd ouwe. Met gewoon ouwe en dan heel veel zo erachter. Zo. Dat kan hij echt waarderen, dat weet ik zeker. Het zou echt heel mooi zijn als we dat allemaal doen. Maar goed, jongens, we hebben vandaag Weekend League Rewards. We gaan Weekend League Rewards openen. We gaan even naar mijn team kijken. We hebben natuurlijk van de week best wel wat packluck gehad. Uit die 83 plus pack. Heb je die video nog niet gezien? Kijk die even zeker. Hetzelfde pack als een beetje als op de veteranen. Maar goed, normaal neem ik ook deze video op met Koen. Wij landen, de veteranen. Maar het is vandaag een beetje zijn rare dagen. We zijn heel erg druk. Dus ik doe het even alleen, jongens. Kijk, we gaan lekker voor het zeldzaam mega pakket. Rang 3, divisie 1. Altijd ziek. Voor degene die weet wat mijn team dus nu is, is dit. En dat komt, we hebben Shen uit de Baby Icon SBC getrokken. Fucking ziek. En ook Kanté, dus untradable uit die 83+. We hebben Son untradable. We hebben Politano untradable. We hebben Ronaldo natuurlijk niet untradable. Die gaat er niet meer uit. Ja, ik twijfel gewoon heel erg wat ik moet gaan doen. Ik zou het liefst eigenlijk Neymar willen verkopen. En nog wat geld erbij voor CR7. Ik wil heel graag met Ronaldo en Cristiano Ronaldo. Allebei de Ronaldo's voorin spelen. Laat even weten als dat een goed idee is en wat ik dan met mijn team straks kan doen. We hebben nu ongeveer 100.000 muntjes. Ik had eerst rivals moeten openen. Ik ben benieuwd in ieder geval wat we straks kunnen doen. We krijgen 15.000 muntjes. Ik ben goud 1 geëindigd. Ik had nog makkelijk elite 2 of elite 3 kunnen halen. Maar goed, ik had het gevoel weer als het team van de week weer slecht is of wat dan ook. Ja, dan laten we het gewoon lekker daarbij. Goud 1 oprecht met een slecht team op de week. Het is niet een heel slecht team op de week, maar ja, de kans dat je een topper eruit pakt is gewoon klein. 200k pakketten is gewoon leuk. Oké, jongens, komt ie. De player pick. De enige man waarvoor we blij zijn is misschien die Theo Hernandez. Ik weet niet of ik hem echt in mijn team kan fitten. Ja, hij past wel naast Varane. Maar ja, voor de rest, ik denk dat ik er niet één echt basis heb. Misschien die Theo Hernandez. Maar goed, we gaan het zien. De eerste player pick. Goud 1. Is Gerard Moreno. Ja, weet je, deze spelers gaan toch allemaal bij mij altijd in die 86 plus upgrade. Dus het boeit me niet zo heel veel. En dan komt hij, jongens. The one and only laatste player pick. Het is niet normaal. Oh, dit is wel ziek. Kut zo, dit is wel echt ziek. Het is niet Flo, het is niet Fido, het is niet McTominay. Maar het is Lewandowski. Nee, het is natuurlijk Lewandowski, jongens, maar... Ik heb mensen hem wel zo horen uitspreken. Lewandowski. Wel ziek hoor. What the fuck? Wat een stats heeft deze gast. Ja, we gaan hem niet gebruiken natuurlijk. 93 rating. Ja, is dit dan de ideale super sub? Het is niet qua snelheid. Ja, ik weet niet. Wat moeten we hiervan zeggen? Dit is wel een hele zieke speler. Ja, we kiezen hem natuurlijk. Deze ga ik ook gewoon lekker in mijn clubje zetten. Op de bank komt hij. Dat is geen basisspeler. Of toch wel? Ik weet het niet. Waarom stelt hij nou weer niet scherp? Ik wilde nog zeggen, misschien ben ik ook tevreden met Lewandowski. Maar nee, ja, zeg het maar. Ja, ik denk dat dat gewoon een leuke super sub is. Meer niet, toch? Wel vet dat we gewoon de beste van de team of the week pakken. Want ja, de beste qua waarde is natuurlijk Theo Hernandez. Maar op nummer 2 staat Lewandowski. En dat is gewoon goud 1, jongens. Ik zeg het je. Het is echt prima om goud 1 te halen. We gaan deze pakketten nog openen. Dan gaan we daarna nog even naar mijn team kijken. Maar waarschijnlijk morgen met kerst of met tweede kerstdag ga ik echt mijn team definitief afmaken. Het zijn borden. Ik zat helemaal niet op te letten, joh. Ik dacht ineens, oh, het is geen walkout, dus het is sowieso kut. Ja, het is ook kut. Het is the one and only Eden Zeko. Oké, jongens, zeldzaam megapakket. En daarna nog 200k pakket. En daarna gaan we even naar het team kijken wat ik zou kunnen bouwen. Gaan we heel keer, oh, walkout. Wat is dit? Kom op. Duitsland, dan is het kut. Dan is het Müller. En dat is jammer. Dat is echt jammer. Oh, het is zo lekker zo'n walkout. En dan moet je even een Braziliaanse vlag zien of een Franse. Maar goed, een walkout, jongens. Kan weer in de titel. Kijk, en dit zijn geen slechte spelers qua waarde, volgens mij. Müller, Gulatski, Martinez gaat denk ik ook nog wel voor iets weg. De rest, ja, wat zal het zijn?
Deze bewaren we nog even. Deze ook, hoppa. Oké, jongens, zo is het prima. Oké, 200k pakket. We hebben 150.000 op de balans. Ik denk als we die spelertjes verkopen dat we rond 2 ton al zitten die we op de transferlijst hebben. Ik weet het niet zeker, maar het zou zo kunnen. Oké, jongens, kom op. Het zou mooi zijn als we rond de 3 ton zitten. Want dan kunnen we misschien Cristiano Ronaldo gaan halen. Ik weet het niet zeker. Maar we pakken weer een walkout. Kom op. Kom op, een goeie. Geen Duitsland, geen Engeland, geen... Oh, wat is dit? Een doelman natuurlijk. Oké, dat is wel een groot voordeel. Het is Oblak. Ik ga even kijken wat die waard is. Oeh, 62k. Dat is wel lekker. Oké, hier zijn we gewoon tevreden mee, jongens. Hier zijn we tevreden mee. Want de kans dat hier een grote speler nog achter zit... Hier kan nog letterlijk Mbappé achter zitten. Oké, dit is... Hey, voor het eerst dat er... Dat is raar. Dat voor het eerst dat er geen Team of the Week speler... Het is raar dat nu de Team of the Week speler niet voor Oblak komt in de walkout. Of zeg ik dan iets raars? Oké, jongens, we gaan wel richting die 300k. Dat is lekker. En dan moeten we eigenlijk... Ja, ik moet gewoon eigenlijk Cristiano Ronaldo hebben. Naast de Ronaldo. Is toch gewoon vet. Twee Ronaldo. In het team, jongens. Daar gaan we voor. Kom op. Kom op. Weer een walkout. Kom op. De derde walkout. Kom op. Iets lekkers. Kom op, Frans. Spits. Spits. Ah. Klootzakken. Klootzakken. Jongens, wat zijn goud 1 rewards toch lekker? Je ziet het, hè. Hoe goed goud 1 rewards eigenlijk kunnen zijn. De Fishy Rivals helemaal geen reet gedaan. Rang 3, een walkout. Hier weer 2 walkouts. Ja, op zich beste player pick bijna die je kon hebben. Ja, dit is gewoon pure reclame voor goud 1, jongens. Ik kan er gewoon niks anders van zeggen. Ja, deze doen we gewoon weer weg. Ik heb er geen zin om er te lang naar te kijken. Maar dit is echt goede reclame, jongens, voor goud 1. De beste player pick, de hoogste player pick, 93 rating Lewandowski. Prima. Ja, packs op zich uit de reward. Kijk dan, ja, dat is niet heel slecht. Weet je, ik ben gewoon tevreden, jongens. Goud 1, ik ben echt tevreden met mijn rewards. Laten we zeggen, als we deze allemaal verkopen, ja, wat zal er dan bij komen? Nou, kijk, ik heb nu even de duurste spelers tot en met corona. Deze heb ik er al ingezet. Zitten we met Koopmijn zitten we al op 150k. Dus ja, we gaan sowieso wel op die 330, 340 komen. Dat is heel erg chill. Ja, en dan hebben we de team. En eigenlijk, ja, het is misschien zonde, maar eigenlijk zou... Ja, ik wil gewoon heel graag Cristiano Ronaldo in het team. Dat is gewoon, ja, vind ik de vetste speler gewoon in het spel. Dat is ook echt mijn speler. Past natuurlijk ook gewoon met Politano mooi in het team. Laat even weten wie ik dan weg moet doen. Ja, dat zou sowieso Neymar moeten zijn. Neymar moet dan weg. Komt daar Cristiano Ronaldo voor in de plaats. Maar hoe moet ik het dan voor de rest doen met mijn team, de spelers? Martinez kan ik nog gebruiken. Ik kan Politano nog gebruiken. Ik kan Lozano nog gebruiken. Die spelen ook allemaal in de Italiaanse competitie. We hebben Lewandowski nog. Ja, laat het maar even weten, jongens. Deze zijn niet untradable. De achterhoede Oele is niet untradable. Neymar is niet untradable. De rest is wel untradable. Oké, jongens. Vergeet even niet deze video te liken. Abonneer op mijn kanaal. We zijn op 103.000 abonnees inmiddels. Dankjewel. En we zien elkaar van de week, denk ik nog wel. Ik weet niet wanneer. Fijne kerst. En we zien elkaar snel weer. Ciao, ciao, mensen. Bye, bye.